En in de stromende regen gaan we vandaag de officiële opening meemaken van de wandelroutes om het JS. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ook S heeft nu zijn eigen ommetjes, oftewel wandelroutes. Vele vrijwilligers hebben maar liefst 3 tochten in en rond het eigen dorp uitgezet. Ze zijn niet langer dan 2 kilometer en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Beste mensen, goedemiddag. Welkom op deze middag waarbij we op een gegeven moment officieel de 3 ommetjes gaan openen. Ik ben ontzettend trots op het feit dat de initiatiefnemers zoveel doorzettingskracht getoond hebben. Want dat maakt dat we uiteindelijk hier staan om ook echt de ommetjes in werking te kunnen zetten. Dankjewel Jolijn, okay. Hartstikke goed gedaan. Van het Groene Woud. We hebben eigenlijk domicilie in de gemeente. Gemeente Bokstel, want er valt S tegenwoordig voor het onder. Dus we zijn binnen onze gemeentegrenzen gevraagd om hier aan mee te werken en dat doen we met groot genoegen. Ontzettend trots op de initiatiefnemers. Dit is heel goed voor de inwoners om een beweging te kunnen maken, om even buiten te lopen. Dus dat helpt iedereen om gezond te blijven, het draagt bij aan gezondheid. Het is ook mooi om van het dorp te kunnen genieten. En hoe leuk is het als vanuit de inwoners zelf dit tot stand komt. Daar ben ik erg trots op. Ik ben best trots op het verhaal. En niet op een gegeven moment op de uitkomst alleen, maar op het feit dat we zoveel vrijwilligers gevonden hebben die op een gegeven moment heel met volle inzet en met plezier aan dit verhaal hebben mee kunnen werken. Dat alleen al is op een gegeven moment een prestatie, vind ik. Ik ben dus de vrijwilligste van het buitenhuis en ik ga heel vaak wandelen met de oudjes en met rolstoelen en alleenstaande wandelaars van het buitenhuis. En dan is het oh zo fijn, zeg maar, dat wij met een rolstoel ergens makkelijk heen kunnen zonder obstakels en zonder dingetjes die we tegenkomen. Want onze vrijwilligers zijn natuurlijk niet de jongste en wij hebben veel oudere vrijwilligers en die moeten ook met die rolstoel. Hè? Want er waren best wel veel punten, zorg van aandacht, om het begaanbaar te krijgen. Ja, in de buitenruimte, zeker in de kleinere kernen, is de focus niet altijd gericht op rustige en brede wandelpaden. Dat is iets wat we steeds meer doen. Toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen. En het is heel mooi dat het hier gelukt is. De kapelletje kunnen we nu makkelijk in. Dat is gewoon fijn dat we niet zo hoeven te sjorren met die rolstoelen en zo. En dat is ook op de weg naar het haventje toe. Dat was echt een grove grindpad. En daar hebben we nu nieuwe grind in gekregen van de gemeente. En nou kunnen wij daar zo heen lopen. Ja, dat is, ik word daar heel blij van. Ik vind het een prima initiatief. Ja, ik ondersteun het van harte. En als er op andere plaatsen vergelijkbare initiatieven komen, dan staat mijn deur open. De informatie is te vinden op? Op de website van PEP.
Daar hebben wij onze informatie aangeleverd en ik neem aan dat ze dat daar op plaatsen. En daar kan men alle informatie vinden over de routes? Ja, ook de routes en dergelijke zijn daarop in opgenomen.